Welkom bij weer een nieuwe EK Update. Dit is alweer de vijfde aflevering. Vijfde aflevering weer. Oh, alsof we al niks anders hebben gedaan de hele zomer. Nou ja, zomer. Het is volgens mij code oranje. Nou, we zitten nu wel lekker droog. Maar ja, waar zitten we dan eigenlijk, Thomas? Aan Oude Kerk aan de IJssel. En waarom? Dat is natuurlijk ook een vraag. Stefan de Vrij is hier opgegroeid. Die heeft hier ook gevoetbald en daarom zijn we hier zo. Ja, het is een heel mooi sportpark. Ja, toch? Ja, ja, het is zover we kunnen zien hartstikke klein. Maar één veld. Ik zie tot nu toe maar één veld. Dat wij met SV Vogels ook dit mogen uitlachen, dat is natuurlijk wel lekker. Hey, hoe hebben jullie de laatste wedstrijd ervaren? Samen. Met z'n drieën trouwens. Zelfs. Zij waren in de kerkhel. Ja. Lekker biertje bezig doen. Daar hebben we de wedstrijd met z'n drieën gekeken. Dat was leuk, zeker. Ja. En de wedstrijd zelf? Ja, de wedstrijd op zich. We begonnen echt wel heel slecht, vond ik. Maar uiteindelijk, nou, rond de 60ste minuut kwam wel meer. Gingen ze die bal in de 16 gooien. Meer op Boutje Weghorst gooien. En dat, daardoor werd het natuurlijk wel vele malen beter. En daardoor werd je ook gevaarlijker. Eigenlijk door Wout Weghorst? Ja, eigenlijk door de wissel van Wout Weghorst werd het wel wat gevaarlijker. Kopkracht. Dus daardoor werd het wel wat gevaarlijker. Ja, en je merkt gewoon een beetje wat Woutje altijd brengt. Die energie dat veld in. Hij neemt gelijk iedereen mee. Je merkt gelijk die hele wedstrijd gewoon vol. Dat is wel aanstekelijk, hè? Heerlijk voetballer gewoon. Zag je in de kroeg ook. Iedereen werd meteen een stuk energieker. Ja, zeker. Dat was wel te merken, ja. Hè, Bjorn? De volgende wedstrijd is natuurlijk de halve finale. Het begint steeds meer te leven. Mensen hebben er zin in. Mensen gaan naar het mooie weer, denk ik. Naar Duitsland. Ja, jullie gaan samen de wedstrijd in Duitsland kijken. Zeker. Hoe gaan jullie de wedstrijd in? Wel met volle moed. Ik heb wel zeker vertrouwen in. De Engelsen spelen natuurlijk echt als zaad gewoon. Echt niet goed. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we kunnen gaan winnen. Maar het moet maar gewonnen worden tegen de Engelsen. Bellingham natuurlijk altijd. Je weet nooit wat hij kan gooien. Harry Kane, je weet nooit wat hij kan doen. Dus we gaan het zien. Ik heb er wel vertrouwen in, als ik eerlijk ben. Dat wel. Ja, dat zeker wel. Ja, inderdaad, wat jij zegt. Engeland heeft wel van die spelers die zomaar met hun individuele klasse er zomaar uit kunnen komen. En een geweldige goal kunnen maken. Maar het voetbal heeft er nog niet veel laten zien in Engeland. Dus inderdaad, volle moed. Wel een beetje zenuwachtig, toch wel gespannen. Het is altijd wel spannend weer, maar heel veel zin in voornamelijk ook. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk dat er bij iedereen wel is. En, laten we hopen in ieder geval op een mooie pot. Ja. Deze analyse, dat is natuurlijk niet waar de mensen voor kijken. Dat is uiteraard voor de kijkersvragen. Ja. En daar hebben we natuurlijk weer een paar. De eerste vraag, dat is van Adrianus Bleker uit Poepershoek. Ja, echt, ik verzin dit zelf absoluut niet. Geachte orakels, wat een bijzondere wedstrijd weer van Oranje. Gelukkig hebben we uiteindelijk kunnen winnen van de Turken, maar het ging best moeizaam. Het tegendoelpunt, wat ging er volgens jullie verkeerd? Scherpte miste ik een beetje misschien. De scherpte waardoor ze volle bakker misschien inging, waardoor het ook denk ik achterin ook misging. Ik denk dat de mandekking dat ja. Dus dat het scherpte volle bak 100%. Ik denk dat dat weer, waar het weer daardoor weer fout ging, wat je ook bij Oostenrijk had. Ja, sluit ik me volledig bij aan inderdaad. Scherpte miste gewoon weer bij de start. Toch misschien wat meer energie nog steeds vanuit Koeman voor de wedstrijd komen. De volgende wedstrijd is tegen de Engelsen. Die spelen ook niet echt fantastisch dit toernooi. Welke speelwijze en opstelling raden jullie aan Koeman aan? En welke uitslag voorspellen jullie? Dus de eerste vraag is, welke speelwijze en opstelling? Ik zou wel gewoon 4-3 blijven voetballen. Deze keer, sorry, geen Bergwijn opzetten. Maar ik zou Malen neerzetten of Frimpong. Dan mag hij lekker zelf uitkiezen.
Maar in ieder geval snelheid voorin. Dat de backs die op willen komen, dat je die daar tegenhoudt. Omdat je daar dus gevaarlijke mannen neer hebt staan. En snelle mannen, dat ze daar niet te hoog kunnen opkomen. Waardoor ze niet bij ons 16 kunnen komen. Daar hoop ik in ieder geval dat je daardoor Malen en... Nou, die Gakpo blijft sowieso staan. Dat we daar niet te hoog bij komen, die Engelsen. Ja, ja, mee eens. En ik zou wel, voor ons middenveld zou je... Nou, ik denk wel dat we weer gaan spelen met een Schouten, Reinders en een Simons. Ook al heeft Simons natuurlijk niet zo geweldig gespeeld. Maar ja, ik denk wel dat het de enige is op die positie die we echt kunnen gebruiken. En ik zou wel zeggen dat een Schouten dan wel een beetje naar links gaat. Want hun rechterkant is wel een sterke kant, vind ik. Ik vind dat je daar op rechts heb je een Walker, hele snelle aanvallende back. Met een Saka erbij. Ook altijd ontzettend gevaarlijk. Ik denk dat we daar vooral moeten oppassen. Helder. En dan stuurt hij ook nog PS. Pepijn, neem even een haarband zoals de paai. Want in de vorige EK-update was je haar aan het dansen. Beetje zonde van al dat feunuren. Ja, ja, heel goed punt. Ja, klopt. Toch maar die haarband aan gaan schaffen dan. Nee, het was inderdaad slecht, slecht met de wind. Een mooie Henk Dolter haarband. Nou, dat vind ik helemaal geen slecht idee eigenlijk. Nee, hebben we het wel geprobeerd, maar die, de haarbanden waren uitverkocht. Jammer, jammer. Konden ze niet leveren. Alleen. Van Quinnen van Schevendijk. Gakpo speelde tegen Turkije een mindere wedstrijd. Verwachten jullie tegen de Engelsen een betere wedstrijd van hem? Het moet. Het moet. Hij moet zich die wedstrijd gaan laten, weer laten bewijzen. En weer een goaltje of een assistje geven. Misschien wel 3, hoop ik. Die druk ga je nu op zijn schouders leggen. Dat, Die druk leg ik nu op zijn schouders. Dat durf jij. Nou, 3 assisten of 3 goals. Of het mag samen gemixt. Ja, daarmee eens. Dat moet wel lukken. Ook omdat die Walker een beetje een snelle voetballer. Maar hij is niet heel erg, hij is niet heel erg goed in draaien. En ik denk dat Gakpo snel naar binnen. Verre hoek, boom. 3 keer goals. Volgende van Els Blom. Wat gaat de opstelling worden van de aanstaande wedstrijd? Ja, dat die hebben we eigenlijk al gehad. Ja, 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 klopt. Ik denk dat we verdedigen blijven gewoon weer hetzelfde staan. Middenveld, zoals we net al besproken hadden. En aanval, ja, ik denk toch dat ik je bij jou aan ga sluiten. Ik denk dat Bergwijn heeft, het heeft prima gewerkt. Maar ik denk dat je nu tegen een betere tegenstander toch echt een snelle buitenspeler erbij nodig gaat hebben. Daniel Vastehout. Hoe kan Nederland het beste spelen om Engeland te verslaan? Wie moet er sowieso spelen? Nou, in ieder geval oké. Okay. Maar ik moet zeggen, van de fan, afgelopen wedstrijd, heeft een invalbeurt gehad. Oh. Ja. Kan hij eventueel nog op een andere positie, dat je en kan spelen? Dat de AK eventueel op een andere plek gaat? Ja, maar dan moet je Stefan de Vrij rijden halen. Dat hij dan... Zijn we voor niks deze kant op gegaan, bedoel je te zeggen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, laten we dat niet hopen inderdaad. Het is toch... Ook nog van Daniel. Gaat het Nederlands elftal na een overwinning ook samen in de jacuzzi? En doet Ronald Koeman ook zo'n mooie buikglijder als Paul Gaas? Ja, verwachten jullie dat of hebben ze de beelden van jullie niet gezien? Als wij winnen, dan moet dat wel, toch? Ja, joh. Nee, ik denk dat ze gewoon weer lekker van links naar rechts toe gaan. Wat ze vorige keer ook hebben gedaan. Dat was ook hartstikke leuk. Dat je nou een paar gekken in de jacuzzi springt en die sporen ook niet helemaal. Volgende vraag van Bob van de Putten. Xavier Ruud en Memphis naar 10. En dan een echte spitsring. Welke spits zou je dan moeten neerzetten? Oeh, goede vraag. Ik ben het misschien wel ook een beetje met Bob eens. Een keer gewoon Memphis naar 10. Omdat hij in de spits natuurlijk niet helemaal niet goed EK nu dit jaar heeft. En veel terugzakt altijd als spits zijnde. Misschien werkt die 10 inderdaad wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Maar wie dan als spits zijnde? Woutje heeft wel dit. Maar ja, een Zirikzee ben ik ook wel meer minuten. Misschien kan ik dan wat meer laten zien. Of een Brobby. Ik zou dan nu kiezen voor Zirikzee om wat meer te minuten. En hij kan wel echt wel voetbal, heeft hij wel laten zien bij zijn clubje natuurlijk. Is het een idee om Memphis dan langzaam naar de 8 toe te zetten en dan hem eigenlijk gewoon door laten lopen naar de bank toe? Kan ook. Mag hij zelf bepalen. Mag Koeman lekker zelf bepalen. Maar ik zou hem in ieder geval dan nog op, misschien nog op 10 zetten. Want hij heeft natuurlijk heeft hij af en toe wel een leuke actie, maar ja... Dit is even wat minder, maar hij had af en toe wel een paar leuke acties in de wedstrijd. Niet veel. Ik denk dat ze maar op één hand zijn te stellen. En als hij nu de komende 2 wedstrijden de winnaar maakt, dan is het allemaal prima. Precies. Ik haal van zijn leven gelijk dan hoor. Ja. De volgende is van Fabienne Olders. Dat is een vraag aan mij. Hoor Bjorn, een vraag voor jou. Is je shirt na zaterdag nog heel gebleven? Nee, dat is dus niet het geval. Ik had hem eigenlijk mee willen nemen, een cadeau willen doen. Maar hij stond nog zo erg van de barbecue avond. Dus dat die ligt er uiteindelijk in de prullenbak. Bedankt Martijn van Bakel. Hier is nog nog één vraag. Even kijken.
En de laatste vraag van Olivier van der Putten. Ja, die vraagt wie wordt speler van het toernooi? En gooit het shirt maar bij de oud afval. Nou, daar ligt het al. Die is, volgens mij zaten Olivier en Fabienne samen op de bank. Maar dat... Worden we toch nog familie, hè, Tootje? Maar wie, welke speler wordt speler van het toernooi? Ja, goede vraag. Ik heb niet echt eentje die je echt uitsteekt, maar... Wordt er eentje van Nederland of... Dat hoop ik wel als Nederlanders zijn. Ik hoop natuurlijk dat Gakpo nog even 3 inschiet aankomende wedstrijd. Of 2 assisten, wat we net zeiden. En dan nog eentje in de finale, nog even de beslissende maak. Ja, dan is het natuurlijk wel de man van het toernooi als hij dat doet. Dus ik hoop op Gakpo. Maar ja, voor de rest, ja, wie nog meer? Ja. Er is inderdaad nog echt geen uitblinker geweest in het EK inderdaad. Er is nog geen echte speler die het echt volledig op zijn schouders heeft genomen. En ja, Gakpo, topscorer op dit moment, volgens mij ook gedeeld wel. Die heeft wel grote kans dan, als je mij vraagt. Wat vinden jullie van het algemene niveau? Want als er niet echt een uitblinker is, ja. Het algemene niveau van een Frankrijk, een Spanje, het ligt, Engeland. Het ligt het laag dit jaar. Het ligt echt wel laag. Ja. Want als je kijkt naar afgelopen EK's, volgens mij is dit wel een van de lagere niveaus. Alleen enige wedstrijd wat nog een beetje op redelijk niveau was, vond ik hier van Spanje-Duitsland. Ja. Is het allemaal misschien iets te tactisch? Dat iedereen, ja. Dat het meer een soort van schaakspel aan het worden is? Ik denk het wel hoor. Ja. Misschien wil iedereen op safe spelen. Dat je dan gewoon iedereen in ieder geval in die groepfase zo'n punt meeneemt. Dus misschien was daar het ook misschien niet. Maar ja, het is safe wat je zegt. Tactisch, dat zou best wel goed kunnen. Ja. Ik hoop gewoon eigenlijk dat je gewoon volle bak gaat aanvallen. En gewoon schieten op de goal en je ziet vanzelf wel. Gewoon mooi voetbal. Ja, dat hoop je wel te zien. Dat was in ieder geval de laatste vraag. Hoeveel volgers hebben we al op Insta, Pep? Even nadenken, ik denk dat we richting de 60 zitten nu, uit mijn hoofd. Oh, dus je hebt er nog maar 40. We hebben er nog 40 nodig, jongens. Gaar, stuur het door naar je vrienden, familie, wie dan ook. We hebben jullie nodig. Jullie kunnen we nog een leuke actie bedenken voor, stel voor we halen niet de 100, om dat shirt alsnog te kunnen uitdelen. Wat zou nou een leuke actie zijn? Anders neem ik gewoon zelf, want ik heb nu een oranje shirt minder natuurlijk. Degene die bij de volgende post de topscorer raadt voor dit EK. Wie dat gaat worden. Want volgens mij kunnen er wel een aantal spelers worden. Ja, dus, en gaat het over Insta of over YouTube? Op YouTube. Op YouTube. Ja, dus op YouTube de juiste topscorer gaan vermelden. Ja. En degene die het goed heeft vermeld, daar gaan we dus het shirt onder loten. Mochten we de 100 volgers niet halen. Ja. En die kans acht ik eigenlijk best wel groot. Maar... Het is wel aanwezig. Ja. Ze lopen geen Polonaise voor deze show. Waarom niet? Raar. Ah, joh. Dat snap ik ook niet. Nee. We zitten op een donderdagavond. Nee, het is ook geen donderdagavond. Op een dinsdag. Zo voelt het wel. Op een dinsdagavond in de regen, code oranje. Nou, godsamme, er een uur bezig rijden. Ja, geweldig dit. Nou, tot de volgende aflevering. Tot de volgende. Joe, hoi. Hoi, hoi. Wat is het eigenlijk?